RTP Lokaal Online. Met het nieuws. Alle openbare verlichting in Erp worden vervangen door LED-verlichting. Het zijn ook nog lantaarnpalen die in de toekomst ook nog eens elektrische auto's kunnen opladen. Vooral duurzaamheid koos Meijerij staat vooral voor LED-verlichting vanwege energiebesparing en is minder storinggevoelig en vraagt minder onderhoud. De openbare verlichting draagt ook op die manier bij aan de duurzaam instellingen van de gemeente Meijerij staat.